Welkom dames en heren bij deze nieuwe aflevering van Rollercoaster Tycoon 3. Ik speel dit keer niet Disney Unique, maar ik speel gewoon een map van een andere iemand. Ja, het leek me leuk om gewoon eens een keer een map te downloaden en te kijken wat zou iemand nou bouwen. Misschien heeft het wel een soort van inspiratie voor mij, je weet het niet. Er zaten ook heel veel resource packs in de map die ik heb gedownload. Dus onder in de beschrijving komt sowieso een linkje dat je zelf deze map kan downloaden. En dat je alle custom scenery hebt die ik ook in deze map laat zien. En ik ga gewoon eens een kijkje nemen in deze map. Dus wil je gewoon eigenlijk gewoon niks zien of dat ik ga verklappen dat je wil je het zelf ontdekken. Dan kan je hem gewoon even zelf downloaden, maar dan moet je wel de video stoppen, want dat ga ik nu namelijk doen. En ik zie hier namelijk een hele grote parkeerplaats. Ik had al een heel klein beetje gekeken, maar voor de rest niet veel. En er staan nog een hoop auto's in. Het jammer is dat die gozer echt maar één boom in zijn custom scenery had. En dat is die soort van, ja, dennenspaarboom. En die heeft hij serieus door heel zijn park heeft hij die gebouwd. Echt op elk plekje waar hij een boom kon bouwen, heeft hij een dennenboom geplaatst. Het is niet heel erg, maar het is heel erg eentonig zoals je ziet. Alleen maar dennenbomen. En wat bergjes. Die bergjes heeft hij leuk gedaan trouwens. Zijn dat custom sceneries? Ja, dat zijn custom sceneries. Wat grappig. Die bergen zijn heel... Die zien er best wel goed uit, joh. En nou, dit is de hele map. Dus hij heeft best wel heel de map volgebouwd. Net als mijn sandbox eigenlijk. En we gaan dus naar binnen. Ik zie dat hier de ingang is gebouwd. Over die rots. En op die rots of door die rots heen gaat dus een achtbaan. We gaan er zeker wel in zitten hoor. Je gaat door een soort van kleine main street. Ik zie ook een molentje. Ik zie wat gebouwtjes staan. Hier een bruggetje. En dan kom je bij een soort waterriviertje. Ik zie plonsbootjes. Mensen gaan in bootjes. Wat grappig. Kijk hoe schattig. Het ziet er zo grappig uit. En een bootje. Ze hebben het ook normale. Hij heeft niet alleen custom scenery gebruikt, maar ook de scenery die je normaal in het park hebt. Zoals deze. Dit is allemaal custom scenery, behalve die boogjes. Het ziet er zeker niet slecht uit. En ik wil eigenlijk eens in een achtbaan. We gaan in de eerste achtbaan. En dat is deze. Laten we erin gaan rijden. Oh, we zitten gelijk in de achtbaan. Dat moet niet. Even kijken hoor. Huppakee. Hier zitten we goed. Ik ga een klein beetje naar achter scrollen. Dat we wel een beetje een soort van omrijd idee hebben. Misschien kunnen we ook de hoofd zijn van de bezoeker. Ja, kijk eens. We zijn de hoofd van deze meneer hier zo. Die ja zit te knikken. Heb je ja-syndroom. En hier met die grote onderkin. Dat is ook een heel leuk poppetje. Dat is, zie je vaak in rollercoaster. Daar gaan we de beugels van dicht. Het is een hele aparte achtbaan. Omdat je dus aan de zijkant zit van de baan. Ik ben heel erg benieuwd. Ja hoor. Jazeker. Ja, gooi die armpjes maar in de lucht jongens. En wat een mooi uitzicht trouwens. Het is echt heel leuk gedaan dit park. En dit is de eerste achtbaan die we gaan bereiden. Ik weet de naam niet eens. De gatekeeper zie je trouwens onderin. Je ziet het hier ook heel kort staan. De gatekeeper. Dat is een beetje een no limits idee. Oh, dit is spannend. Heel langzaam ga je over de kop. Wow. En nu gaan de mensen gillen. Oh, die man, die gozer zit in me. Wat is dit? Jammer dit. Nu is die gozer weer in me. Ik doe het zo. Dat is vervelend. Ik vind het zo jammer, hè. Dan ja, je snapt het wel. Oh, dit is gaaf door die rotsen. Zeker een mooie achtbaan, joh. Een paar remmetjes erin. Nou, die remmen doen het niet eens. Hij gaat gewoon keihard door. Dit is zeker een hele gave baan, joh. Hij heeft ook hele mooie ondersteuning gebruikt, zie ik ook. Hier zo heeft hij, gewoon van die palen hier gebruikt. En dan zo'n zijkant hier, dat het aansluit met dat. Gaaf, ik vind het heel gaaf gedaan. Hij heeft het heel leuk gedaan. Tof, tof die ondersteuning. En ook een hele leuke keuze van de achtbaan die hij heeft gemaakt. Dat vind ik heel, heel gaaf gedaan. Hier krijg je trouwens, wat is dit trouwens? Een winkeltje of zo? Ik weet het niet, je kan er gewoon lekker shoppen of zo. Wat zien we nog meer? We zien nog een achtbaan hier verstopt. En dat is ook best wel een ruige achtbaan. Dat is iets met... Oh, die plonsboot gaat over die boot. Die boot gaat over die plonsboot. Oh, wauw. Deze achtbaan, kunnen we hierin? Ik zou het heel fijn vinden als we hierin konden gaan. Ja, kijk eens even. We gaan gewoon weer dat doen. Huppakee. En de mensen kunnen gewoon weer instappen. Hij staat net op het punt om te vertrekken. En het ziet er leuk uit. Een beetje jammer dat hij weinig heeft gethematiseerd. Er staat heel weinig tonnetjes en dingetjes en objecten. Het is gewoon puur... Oh, dit is gaaf. Twee stations. Dat wat beter die... De tweede moeten nemen. Kunnen we dat nog doen? Yes. Doen we dit gewoon. Dit gaat iets makkelijker. We zitten nou een hangende achtbaan, maar je zit op je buik zit je. Of je ligt zo, hè, voorover. Daar gaan we. Wow, dit is spacend, joh. Op zijn kop.
Dat is wel een beetje No Limits gevoel krijg nu. Hè? Moet je kijken. Wow. Wow, dit is echt creepy hoor. Maar heel gaaf gedaan. De Soar. Heet het de Soar? De achtbaan? Ik denk dat hier wel het einde is van de achtbaan. Of gaat hij nog een beetje door? Hij gaat nog even een klein beetje... Hij is nog niet afgelopen hoor, de baan. En hier nog een klein beetje naar onder. Hij heeft overal die bomen geplaatst. Zie je het? Echt grappig. En we komen aan bij het einde, denk ik. Wat een lange baan, joh. Ja, kijk eens. Nou, hij heeft leuke dingen. Hij laat wel heel veel custom scenery terugkomen. Maar dit gebied is dan weer anders. Dit is dan een beetje een wild westgebied. Maar dit vind ik eigenlijk wel een van de mooiste gebieden. En zij hebben ook een heel leuk achtbaantje hier gemaakt. Die heeft echt een hele leuke thematisering. Echt verschrikkelijk leuk. Moet je kijken. Ja, hier wil ik zeker in. En de mijntrein achtbaan zie ik hier. Hij heeft een beetje wild west gemaakt hier. En die heeft hij toch van custom scenery gemaakt. Er lopen echt 3 achtbanen bij elkaar hier. Maar ik zou heel graag deze achtbaan willen zien. Daar gaan we. Het is allemaal misselijk. Oh, die is misselijk voor me. Kijk hoe misselijk die kijkt. Holy crap. Die keek echt heel... Kijk dan. Oh, die ziet echt heel suf uit. En die anderen, wat doen die? Oh, die kijken normaal. Alleen die vrouw tegenover me ziet er echt heel suf uit. Voor mij is ze misselijk. Jeetje, we gaan door planten heen. We gaan door rotsen heen. Woehoe! Oh, weer door een rots. Oh, dat had hij beter moeten gaan doen, denk ik. Uittesten. Maar dit is wel een heel leuk, simpel achtbaantje. En ook weer iets dat je niet snel zou kiezen, deze. Maar hebben het echt leuk gedaan. Nou, dan hebben we hier nog een watersplash. Die lijkt me ook fantastisch. Een boomstam. En die ziet er echt, echt ontzettend leuk uit. Die gaat echt door die rots heen. Ik wil er heel graag in. Kan ik erin? Even kijken hoor. We moeten even bij het begin beginnen. Ja, hier is de ingang. We wachten even tot de mensen komen. Instappen. Nou, het is niet echt druk. Ik had hier een hoop mensen verwacht. Maar er komt echt niemand in deze boomstamattractie. Kom op jongens. Kom op. Ja, nou, we gaan gewoon zonder mensen. We hebben ook geen kopjes voor ons. Dat is heel mooi. Dat vind ik leuk, boomstamattractie. Die heb ik ook in Disney Unix staan namelijk. Want ik vind zelf ook een boomstamattractie altijd heel leuk in een pretpark. En dan maak je het ook in je eigen park. Oh jee, we gaan langs de rotsjes. Is dit als de eerste drop die we hebben? Die hele steile. Ja. Woo. Gaaf joh. Oh, een haai. Leuk die achtbaan zo bij het water. Ik vind het wel echt ontzettend leuk sfeertje hebben hier. En we gaan wat naar boven. We gaan onder de paden door. Een soort van plafond lijkt het ook gelijk. En ik hoor dingen kraken. Ik denk dat het bij een attractie hoort. Terwijl we een klein beetje zakken gaan we weer, worden weer omhoog getakeld. Ik ben benieuwd of er nog meer thematisering aan te pas komt. Hij heeft weer zo'n huisje gemaakt. Die heb ik pas ook gezien, dit huisje. Dat heeft hij bij die Wild West thema heeft hij dit gemaakt. Dit komt vaker terug. Dat is leuk gedaan. Dat moet je ook doen, hè. Als je een scène maakt, kan je ook dingen laten terugkomen. Ziet er veel leuker uit. Nou, eens even kijken. Oh, we gaan weer naar beneden. In één keer. Woehoe. Oh, wat leuk versierd hier. Jill House. Kijk, dit is leuk. Gewoon lekker simpel. Oh, we staan stil. Hoort dit? Of gaan we... Oh, we gaan achteruit. Kijk, dat heeft hij leuk gedaan. En vooral bij zo'n gethematiseerd gebiedje is dat leuk voor de mensen. Dat ze lekker kunnen kijken. Ik zie daar nog wat gethematiseerde dingetjes. Leuk ook, dat het zo... Ja, dat je het dan van een ander perspectief ziet. Oh jee, we gaan naar achter. Dit is leuk gedaan. Dit is echt heel leuk gedaan. Huisje ook neergezet. Weer dennenbomen natuurlijk. En de achtbaan. Gaat hier ook vlak langs. Oh jee, daar gaan we. Woehoe! En we zijn binnen in het huisje. Lijkt op een dark ride. We gaan weer terug. Vooruit. Rechts zo die gaat. En ik denk dat we wel bijna bij het einde komen van de attractie. Gok ik. Dat is een gokje hoor. Ik weet het niet zeker. Ja, daar gaan we. Ja, daar is het einde. Alsof ik het wist. Dat is een gokje hoor. Nou, dit is echt een hele leuke... Ja, ik weet niet. Ik vind hem hartstikke leuk gedaan. Simpel, maar leuk. Nou, wat hebben we nog meer? We hebben natuurlijk achtbanen, zie ik nog hier. En hier hebben ze nog een soort van achtbaan. Ik heb natuurlijk heel veel achtbanen gemaakt, maar logisch ook. Dat doe je natuurlijk in rollercoaster. En dit, hier ben ik verslaafd op. Hier ben ik verslaafd van.
Of op, versla van op. In ieder geval, we gaan er gewoon in zitten. Vertrekt hij hier vanaf het station? Ik weet het niet zeker. Laten we dat even kijken welke vertrekt deze. Met een hele volle bak met kinderen. Dat is leuk. Gaan we nog vertrekken? Ja, dit is het zeker het station. In 3, en 2, en 1, en go! Kom op! Yes! En dan die kinderen, die kijken zo vrolijk. Kijk dan, joh. Die kijken nog wel vrolijk. Want het kan natuurlijk in één keer veranderen. En dit vind ik toch wel een van de, ook met de boomstamattractie, toch wel een van de leukste attracties. Want hier kan je echt heel veel mee doen. Kijk, oh, we gaan naar beneden. Oh jee. Woehoe, we botsen tegen alle kanten op. Waar gaan we heen? Ja, thematisatie heeft hij wel leuk gedaan. Mocht soms misschien nog iets meer. Gewoon qua kleine dingetjes. Gewoon tonnetjes en fritsels en fratseltjes. Oh, dat fonteintje is wel leuk. Dat er... Oh, kijk, daar heeft hij wel wat geplaatst. Een beetje liguber gelijk. Een beetje Pirates idee. En een beetje Atlantis stijl. Dus een beetje tussen beiden lijkt het net. Kijk, hier heeft hij ook dingen niet afgewerkt. Helemaal leeg, helemaal kaal. Zulke dingen bedoel ik een beetje. Maar wel ontzettend leuk om dit in je park te hebben, moet ik eerlijk zeggen. Hij heeft wel een goede keuze gemaakt van attracties, vind ik. Kijk al die kindertjes. Wat een lange baan dit, joh. En ook in de achtbaan hier loopt hij onderdoor. Echt fantastisch. Heel slim opgelost, ook met schuine ondersteuning. Want ja, recht kan niet, want dan zit je in het midden van de baan. Dat is onrealistisch. Waar gaan we heen? Oh, en daar worden we omhoog getakeld. En daar was het einde alweer. Gaaf. Dit ziet er echt fantastisch uit. Lekker simpel. Lekker knus. Hij heeft het echt heel goed gedaan. Maar toch wel leuk gethematiseerd op zich, hoor. Toch wel. Met die kleine rotjes hier en zo. Dat heeft hij echt wel leuk gedaan. Ik vind het wel een sfeertje hebben, dit. Met die plantjes er tussendoor. Niks te klagen. Ik zie hier nog een achtbaan. Die loopt er overheen. En dan krijgen we hier nog een topspinnetje. En een... Oh, wat schattig is dit. Kijk dan, een monorilletje. Kijk nou hoe leuk. Oh, dat vind ik fantastisch. Ja, dat vind ik echt fantastisch. Kijk, mensen lopen ook gewoon door de monorail heen. Huppakee, die worden aangereden, maar dat maakt niet uit. Oh, die is er net, zijn ze er doorheen. En die knap ik even de ballon. Huppakee. Oh, gemeen, hè? En hier heb ik nog eentje, dat heet Toontown. En dat lijkt me ook een heel leuk achtbaantje. Die ziet er al heel schattig uit. Ik vind het ook heel leuk gethematiseerd. Ook in een rots. Hij heeft heel veel die rotsen gebruikt, maar dat geeft niet. Ik wil deze achtbaan heel graag doen. Dus ik ga hem selecteren. En dan gaan we kijken of we ergens eentje bij het station kunnen doen. Deze? Kunnen we deze doen? We zitten nou in iets anders. Deze. Zo. Stap maar in, jongens. Ik wacht gewoon netjes. Ja, die is al aan het gaan. Komen er al mensen? Er komen geen mensen. Jammer dit. Kom op. Oh, kijk, daar komt een meneer. Hallo, meneer. Die kijkt echt heel vrolijk. Hij heeft geen emotie. Hij kijkt gewoon blij en that's it. We gaan omhoog. En natuurlijk ook naar beneden. Ik ben benieuwd naar de Toontown. Oh, we draaien al gelijk rond. Woehoe! En we komen weer recht. Komen weer aan. En dan gaan we bij de tweede toetakeling. Wat gaan we nu doen? Oh, nu gaan we langs die rotsen. Dat ziet er zo leuk uit, hè? Wow! We draaien weer rond. Dit is een kinderachtbaantje. Maar die zijn het leukst. Vind ik persoonlijk. Woehoe! Ik doe even deze. Kijk, zie je het ook leuk, hè? Of deze. Leuk dat het zo eroverheen gaat. En hier gaat hij denk ik wel naar het einde. Woehoe! Nou, dat ziet er leuk uit. Maar hij heeft echt geen thematisering. Dat vind ik zo jammer. Nou ja, qua dingetjes en zo en datjes. Hij heeft gewoon simpel gehouden. En zo kan je ook natuurlijk een park maken. Maar dat is wel leuk om te zien, vind ik. En hier, wat hebben we hier nog? Een monorailtje. Die gaat over het water hier. Ik kijk of er nog meer attracties zijn. Want het park is best groot. Ik heb het gevoel dat ik dingen heb gemist. En anders moet je dat zelf gaan ontdekken. Ik bedoel, de achtbaan hier heb ik ook nog niet gedaan. Maar dat... ik hoef natuurlijk niet alles te doen. En even kijken. Voor mij hebben we alles gehad nu al een beetje. Ja, we hebben de meeste attracties gedaan. Nou, ik zou zeggen, ik vind het jammer dat er geen dark rides in zit. Want die mis ik, die hou ik van. Wat zit hierin? Zit hier nog een attractie in? Even kijken hoor. Hier zit wel een ingang van iets. Maar volgens mij is dat van de achtbaan. Dat denk ik wel. Ja, ik denk dat dit het station is van die achtbaan.
Ja, kijk eens. Zullen we dan die afsluiten? Oh, dat is een monorail. Oh, excuus. Dat is niet de... Dat doen we alleen nog deze achtbaan. De laatste. Daar gaan we. We vertrekken meteen. Dat is positief. Zit hij een beetje vol? Oh, mensen staan hier in de achtbaan. Een staande achtbaan. Oh, leuk. We hebben een liggende, een staande. Oh, nou, dit was de rit. Ik hoop dat je het leuk vond. We doen wel nog een ritje. Komt goed. Oh, je wordt afgeschoten. Wat grappig. We wachten even tot ze gaan uitstappen. Huppakee. Tot ziens. Ja, later. En er komt gelijk iemand in de attractie. Die ziet me zelfs ademen. Wordt gezien. Natuurlijk ademen ze. Oh, er komen mensen. Meer mensen. Kijk eens. Ze komen door de rots heen. Zie je dat? Die rot zou ik weghalen als ik hem was. En ze staan... Oh, dat kindje. Moet je kijken. Die kan niet eens die beugel vasthouden. Hoe kan je dat ooit in die achtbaan laten gaan? Dat is echt heel gevaarlijk dit, joh. Ik ben benieuwd hoe zij gaat staan. Wacht, ik laat het even zien. Ik ben heel benieuwd. Hoe zal zij dit overleven? Niet. Nee, hoor. Kijk, die beugel gaat dicht. Oh. Wow, ik hoor een kettingzaag. Is het een entertainer? Nou... Ik weet het niet. Daar gaan we. Kijk, ze kan niet eens met de beugel. Jeetje. Kijk dan. Gevaarlijkste achtbaan nooit dit. Oh, dat was een foto. Tuck live. Ongelooflijk, wat een hoop loopings, joh. Ik vind het einde wel gaaf dat hij weer omhoog wordt getakeld, joh. Iedereen heeft overleefd. Heb ik ze nog nooit gezien, hoor. Zo. Nou, deze attractie, de Chungus Revenge, zou ik niet ingaan. Nou ja, je kan het overleven blijkbaar als je staat in de attractie. En je bent 65 centimeter of hoe dan ook. Ik vond het wel een heel leuk park. Ik vond dit het mooiste gebied, puur om ook die waterval. Dat heeft hij wel leuk gedaan, dit. Dat is wel iets extra's wat hij heeft gemaakt. Dat oogde ook wel heel erg gaaf. Maar dit gebied vond ik sowieso echt het mooiste gedaan van zijn hele park. En ik vond ook wel dit heel leuk. Was wel een beetje, ja, hij heeft thema's gedaan, hè. Dat is ook wel gaaf. Hier een beetje Atlantis gebied. En hier heeft hij dan een beetje, ja, wat voor gebied is dit eigenlijk? Ik weet het niet. En dit is een beetje normaal thema. Een beetje Toontown idee met allemaal kinderattracties. Nou, dat ziet er leuk uit. Ik hoop dat je een leuke video vond. Vergeet geen like achter te laten en te abonneren midden van het scherm. En misschien doen we volgende keer wel weer een leuk parkje dat we hebben gedownload. Onder in de beschrijving zie je een linkje. Kan je hem zelf ook downloaden en bekijken. Doei doei!